Deze actie wordt gehouden omdat er heel veel producten hier op de markt worden verkocht. Die zogenaamd uit Israël komen, maar die eigenlijk uit de bezette gebieden komen. Dat weten we niet. Als er Israël opstaat, weet je niet of het Israël is of uit de bezette gebieden. Maar er komt heel veel uit die nederzettingen, illegale producten van gestolen grond. En wij willen dat mensen ophouden die te verkopen. En wij willen zowel het publiek hier oproepen om die Israëlische producten niet kopen, als de handelaren om die Israëlische producten niet aan te bieden aan de klanten. Daarvoor houden we hier een actie, zodat mensen dat weten. We delen flyers uit waar het op staat. En we halen handtekeningen op tegen het verkopen van producten uit de nederzettingen. Veel van jullie producten, ik weet niet van jullie producten, maar van producten hier komen uit Israël. Aardbeien komen uit Israël. Aardbeien. Aardbeien? Ja, wat staat daarop? Spanje. Okay. Wij boycotten ook Israël hoor, daar niet van. Is dat waar? Jullie tuurlijk. Letten daarop? Ja, tuurlijk, absoluut. Ja. Heel goed. We vragen de verkopers hier ook om dat beter op te letten. Oké, okay, en wat is uw reden daarvan? Dat ze de Palestijnen onderdrukken en hun geld, hun grondjatten en zo. Oké, okay, dat is mooi van. Dus we hopen hier alle handelaren zover te krijgen dat ze geen Israëlische rotzooi meer verkopen. We willen dat die spullen niet op de markt komen. Niet hier, ook niet bij Albert Heijn. Ook niet bij Dekamarkt of waar dan ook. Eigenlijk willen we dat die spullen helemaal Nederland niet inkomen. Ja, ja. Eigenlijk willen we dat ze heel Europa niet inkomen. En de reden daarvan is puur? Dat de Palestijnen worden onderdrukt en hun grond wordt gestolen. Dit is onze boodschap vandaag. Koop geen producten uit Israël, zolang dat land de Palestijnse rechten vertrapt. Jaffa, een Jordan Valley dadels, een Carmel avocado's. Het zijn allemaal producten en die hier op de markt gebracht worden door het Israëlische bedrijf Megadream. Jammer genoeg worden veel van die producten verhandeld door de supermarkten, maar ook door markten als deze. Israëlische kolonisten verbouwen gewassen op grond die van de Palestijnen is. Die producten vinden hun weg naar Europa, naar onze supermarkten en ook hier naar de Zwarte Markt in Beverwijk. Megadream is een Israëlisch exportbedrijf en u zult veel dozen hier zien van dat bedrijf dat deze producten hier in Nederland op de markt brengt. We denken aan Jaffa sinaasappels, Carmel avocado's, Jordan Valley dadels, verse kruiden, ze zijn hier allemaal te vinden. Vandaag zijn we op de Zwarte Markt en gaan we praten met kooplieden. Kooplieden zeggen vaak, maar onze klanten vragen erom. Wij weten beter, want wij hebben duizenden klanten gesproken. Maar wij laten de kooplieden en de handelaars niet met rust en gaan opnieuw met ze praten. En ook met klanten op deze markt. Wij hebben het makkelijk. Laten we hen helpen om de juiste keuzes te maken. Boycott Israëlische producten. Zolang dit land doorgaat. Hoe ging de actie? Nou, de actie was best wel geslaagd. Ik heb toch wel veel sympathie hier bij deze bezoekers van deze markt. Dat wel. En de flyers werden ook goed aangenomen. Op deze internationale boycottdag Israëlische producten van het bedrijf Megadream.